Tijdens de behandeling van de wet verkeersautoriteit gaf Ivanildo Plein, assembleelid namens de NPS, aan dat de bestaande actoren die betrokken zijn bij de verkeersinrichting eerst goed geëvalueerd moeten worden. Volgens Plein zou dit eerst opgepakt moeten worden alvorens er nieuwe structuren in deze wet worden geïntroduceerd. Ik heb enkele ministeries genoemd en nadat ik heb geluisterd naar de opmerkingen van diverse leden, denk ik dat het ministerie van Ros en Rom erbij zouden moeten. Voorzitter, gelet op de vele opmerkingen met betrekking tot de evaluaties bij onze huidige instituten, moet ik zeggen dat ik als initiatiefnemer mee kan gaan met die opmerkingen. De huidige overheidsinstituten die belast zijn met het verkeersveiligheid, zoals het huidige verkeersinstituut en andere, dienen goed geëvalueerd te worden. Want het is mooi een autoriteit op te zetten en daar ben ik ervan overtuigd als initiatiefnemer. Maar de problemen die er bij de bestaande instituten zijn, moeten worden geanalyseerd en geëvalueerd. Maar ook daar leren wij uit wat goed gegaan is en wat minder goed gegaan is. Gelet op de gevoelens in het parlement, denk ik dat inderdaad deze zaken eerst besproken moeten worden. Ik wil u daarom oproepen als leiding van het parlement. Het NPS-DNA-lid vraagt ook meer aandacht voor de introductie en het gebruik van nieuwe apparaten of transportmiddelen in het verkeer. Obed Kanapé, de ABOP-PL-fractievoorzitter, is ook deze mening toegedaan. Belangrijk dat we antwoord krijgen van de minister met betrekking tot die nieuwe ontwikkeling van e-bikes in Suriname. Verkeer zal voortdurend in ontwikkeling zijn en het zal steeds zo'n autoriteit zou daaraan moeten bijdragen dat die veranderingen die optreden, dat die op de juiste manier begeleid worden. En we merken ook dat met de komst van die e-bike dat we veel gevallen hebben gehad waarbij ze betrokken zijn geraakt bij aanrijdingen, dat de minister daarop antwoord geeft. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie heeft in het parlement aangegeven dat er invulling zal worden gegeven aan de aangehaalde vraagstukken. Dat betekent, zegt hij, dat de e-bikes daarin ook opgenomen zullen worden, omdat het veiliger kan op dat stuk. In het kader van de veiligheid op de weg, namelijk van belang dat deze elektrische voertuigen, voor zover ze worden aangemerkt als een rijwiel of bromfiets, ook voldoen aan daarvoor in gevolge het rijbesluit gestelde vereisten. In het bijzonder, ten aanzien van hun inrichting en voorzieningen ten aanzien van de bestuurders. Voor zover zij worden aangemerkt als een bromfiets, zullen zij naast de technische vereisten ook moeten voldoen aan onder andere de WAM-wetverzekering, registratie en keuring, terwijl de bestuurders een veiligheidshelm moeten dragen en de leeftijd van 16 jaar moeten hebben bereikt.